Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Coffee Break. We nemen onze break vandaag in Delish. En Delish staat op de hoek van de Gravenberg en de Albergastraat. En daar bent u echt terecht voor de lekkerste koffie en de lekkerste broodjes. En dit programma komt tot u bij de complimenten van Mico en Puro Coffee. In dit programma praten we weer met zo'n bijzondere vrouw. En het is een vrouw die zeker een heleboel weet van zang. U bent natuurlijk benieuwd, maar ik praat met Nilam Matadin. Nilam, van harte welkom. We nemen vandaag onze koffiebreak hier in Delish. Goedemorgen. Nilam, laat me beginnen met koffie. Drink jij wel eens koffie? Ja, ik drink graag koffie en het liefst cappuccino. Oké, en doe je dat elke dag? Ik doe dat wel niet elke dag, maar zeker wel onderweg naar school soms, ja. En waar geniet je het meeste van als je zo die koffie drinkt? Dat gevoel dat je krijgt, dat je rust komt, ja. Koffie brengt je tot rust? Yes. En zeg maar dat als het beschikbaar is, drink je vaker per dag koffie? Ja, zeker. Als ik het kan krijgen, ja, zeker. Het is niet altijd te krijgen, dat wat jij graag lust. Ja, klopt. Maar goed, Nilam, we praten over jou. En de rode draad zal zijn dat wat jij heel goed doet en wat veel mensen al weten en sommige mensen nog niet weten. Maar jij bent zangeres. Jij zingt. Klopt. Ja, ik zing. Oké, voordat we gaan naar wat je allemaal hebt bereikt, wanneer begon het met het zingen? Het begon in de voorzaal bij mij thuis, op 6-jarige leeftijd. Mijn vader houdt heel veel van platen. En hij speelde elke ochtend zeg maar platen af. Eigenlijk nog steeds, niet meer zo vaak, maar ja. En ik ben stilletjes luisteren. Het is niet echt, als zesjarige, dan ga je niet echt naar oude liedjes luisteren. Maar ik vond het leuk en op een gegeven moment begon ik gewoon te zingen op een feestje thuis. En mijn vader hoorde van, hey, mijn dochter zingt eigenlijk een liedje van de jaren 80. Hoe kan dat? Wow, wanneer is dat gebeurd? En ja, toen heeft hij me zeg maar ontdekt en heeft hij me hier op les gezet. Dat is hier achter ICC. En begon ik daar lessen te volgen. Mm-hmm. En wanneer zag je jezelf van, hey, dit is toch wel beter dan het gemiddelde? Toen ik aanbiedingen kreeg om zeg maar te komen zingen op feestjes. En hoe wisten die mensen dat je zong? Het begon zeg maar binnen de familie zelf. Vrienden, familie, kennissen. En daar werd ik dus steeds meer gevraagd. En hoe oud was je toen? 10, 11. 10, 11, ja. Vanaf toen zing je eigenlijk al zeg maar voor het publiek? Ja, dus het zit eigenlijk in de familie, maar ik zing wel commercieel vanaf mijn 10, 11. Ja, daar komen we zo meteen op terug. Van wie heb je die talenten geërfd trouwens? Van mijn vader. Serieus? Zit in de familie, ja. Hij heeft gezongen? Ja, hij zingt wel. Het is eigenlijk mijn tante die wel bekend is onder de Hindustanen, Ashni Matadin. Oké. Okay. En ik heb het eigenlijk geërfd van mijn vader en het zit in de familie. Oké. Okay. En nu doe jij niet alleen maar, je zingt in een band trouwens? Ja, dat klopt. Ik zit in Freestyle. Het is een jongere band, zeg maar. Ook een jonge manager, Elinaj Harpal. En mijn dank is groot aan hem, want hij heeft me zeg maar gevraagd om deel uit te maken van Freestyle. En dankzij hem heb ik tours in het buitenland kunnen doen. En ja, dat had ik eigenlijk nooit verwacht. Ja, en kijk, zingen thuis of zingen voor een band, voor publiek, dat zijn twee verschillende dingen. Moest je lang nadenken om te zeggen van, ik ga dat ook doen? Eigenlijk niet. Omdat ik eigenlijk al op feestjes zong. Maar echt om op het podium te staan, toch wel. Ik had eerst een vrees van, oké, ik moet echt nu gaan staan voor zoveel mensen. Maar na de eerste keer was het gewoon gelijk van, ik wil dit vaker doen. Oké, ja, wat soort muziek maak je? Wat soort liedjes zing je? Ik zing overwegend Hindoestaans, maar ik zing ook graag in andere talen. En die band van jou, die speelt ook alle soort muziek? Ja, we spelen ook alles, yes. Oké, je vertelde over tours, dus behalve dat jullie Suriname optreden, hebben jullie ook al internationaal opgetreden? Ja, klopt. We zijn naar Guyana geweest, we zijn naar Nederland geweest en over 2 weken zijn we Amerika, wow. New York. En terugblikkend op zeg maar Guyana en Nederland, hoe was het? Ik stond er niet bij stil dat we buiten Suriname
dat we heel veel fans hebben. Toen ik in Nederland was en we waren aan het spelen en schrok ik even toen ik hoorde dat de deuren dicht moesten, want er waren zeg maar mensen buiten aan het wachten en ook gewoon mensen die binnen eigenlijk gewoon aan het petten waren. Dus ik stond er niet bij stil dat we eigenlijk buiten Suriname zoveel fans hebben. En sloegen je knieën tegen elkaar toen of was je die zenuwachtigheid al lang voor te boven? Nee, ik was niet meer zo zenuwachtig, sorry. Oké. En wat is tot nu toe zeg maar je grootste show geweest, je grootste optreden? Ik zou zeggen toch wel de tour naar Nederland. Ja, want daar kwam ik echt tot de realisatie van nee, ik ben toch wel, ik heb toch wel iets meegemaakt waar ik dacht van nee, ik had dit eigenlijk, ja, ik had het nooit verwacht en ik heb dat echt daar kunnen inzien van men kijkt op naar je enzovoort. Mm-hmm. Dus ja, toch wel mijn tour naar Nederland. Oké, we komen straks terug op je zangcarrière. Je studeert ook nog wat meer? Ja, ik studeer oral health therapy. Dat is, het is bekend als JTVR, maar het is wel nu veranderd. Mm-hmm. Ja, dus ik doe zeg maar mondhygiënisten. En hoe ver ben je? Ik ben in mijn eerste jaar. Oké. Maar het kan natuurlijk gaan conflicteren als je zegt van ik wil professioneel gaan zingen en dan ben ik ook nog afgestudeerd in die richting. Waar gaat je hartje naar uit? Kijk, als ik echt heel eerlijk moet zijn in Suriname, de waarde en respect die ze geven naar artiesten is, vind ik zelf wat minder. Mm-hmm. Ik vind wel dat nog moet komen. Dus ik zou zeggen, als ik echt iets moet doen, zou ik nog steeds naar mijn werk toe gaan kijken. Uh-huh. Maar ik zie ook dat er heel veel jongeren zijn en ja, er zijn heel veel mensen die naar me opkijken. Dus mm-hmm. ik zou dat ook gewoon daarnaast willen doen. En je vertelde dat je ook nog filmpjes maakt en op YouTube zet. Ja, klopt. Ik heb een aantal clips op YouTube onder mijn naam en een van zijn Love Anthems. Het is een video met drie nummers. Het is een mashup en het heeft intussen al 1 miljoen views. 1 miljoen is een heleboel. Dat betekent ja, dat 1 miljoen mensen dat gezien hebben. Klopt, ja. Dat wilden zien. Wat zegt dat jou? Zo, voor mij heel bijzonder, omdat ik had die challenge moeten aangaan om zeg maar in drie verschillende talen te gaan zingen. En het kost heel veel tijd, vooral om te gaan luisteren naar de juiste woorden. Dus voor mij is het... Wat waren die drie talen? Engels, Hindoestaans en Javaans. Dus Javaans was eigenlijk meer echt een struggle, maar... zeg maar, als ik terugkijk naar die dagen dat ik eigenlijk moest gaan zitten vragen wat betekent dit, wat zing ik precies, hoe spreek je het uit en dat ik uiteindelijk met die ene video 1 miljoen heb kunnen behalen, vind ik gewoon bijzonder. Mm-hmm. Je spreekt wel Hindoestaans? Ik spreek wel Hindoestaans, niet zo goed, maar ik kan het wel. Tenslotte ben je ook te weten gekomen wat je moest zeggen. Waar gaat het liedje over? Het gaat over liefde. Het beschrijft de schoonheid van de vrouw en ja, dat is het zo'n beetje. Oké, nou weten we dat Nisha Madaram, die is denk ik heel erg bekend en heel populair. Ook via clips ontzettend veel views heeft gehad. Yes. Was dat voor jou een trigger? Een trigger? Ja, ik kijk ook graag. Ik kijk ook op naar haar. Nisha en ik zitten samen op zangles. En als ik kijk naar hoe zij het publiek naar haar toe heeft kunnen trekken, dan ja, ik kijk echt op naar haar en zou dat ook graag voor mezelf willen. Ik heb dat al voor een deel en ik wil hoger stappen. Oké, en dan zeg maar in je normale leven, nu ga je naar school, je doet je studie, je zingt heel graag. Zijn er nog andere dingen die je doet? Ik acteer heel graag. Acteren, hoezo? Ik heb voorheen mogen mee acteren in een kinderprogramma, dat is Kimmy's Land. Ik dans ook. Ik heb ook meegedaan aan danscompetities. Ik heb meegedaan aan zangcompetities, was vergeten dat te zeggen. Dus dansen, acteren en ik reis heel graag. Oké, en je hebt een bijzondere reis gemaakt? Ja, klopt. Ik vertelde u. Ik ben naar India geweest dankzij de Indiase ambassade. Ik mocht mijn droom waarmaken om uiteindelijk naar Rajasthan te gaan. Dus ik was naar India geweest en Rajasthan was mijn zeg maar, droomstad. En omdat het zo kleurrijk is en cultuurrijk, ja,
wilde ik altijd naar daar gaan. Het is waar. Komen. Mm-hmm. En als bijna 1 miljoen mensen je hebben gezien in je clipje, dat betekent dat als je op straat bent, dat je ook herkend wordt. Hè? Ja, klopt. Ik heb zo vaak dat als ik oversteek van de kernkamp na school, van hé, hey, hier zie ik toch, zing voor me. En ook heel veel jongere kinderen die naar me toe stappen van mag ik een foto met je? En ik heb laatst nog een kaartje van een 8-jarige ontvangen met you're my favorite singer en zo. Ik heb het bewaard. Ik vond het zo bijzonder. En ja, ik heb wel dat ik als ik over straat ga dat mensen. Ja, hoe ga je daarmee om? Geniet je daarvan? Ik geniet er ontzettend van. Ik kom ook gewoon tot de realisatie van ik kan niet stoppen hiermee. Ik moet niet stoppen hiermee, want men kijkt naar me. Ik wil ook niet stoppen. Ja, men kijkt naar me op en vooral als ik kijk naar de jonge dames en de meisjes die naar me toe stappen. En ze vragen me ook van wil je me geen les geven of hoe zing je zo mooi? Ik wil ook zo mooi zingen. Dan ja, het motiveert me alleen om door te gaan. En ja, nu ben je hiermee begonnen. Je bent 22, je hebt nog een heel leven voor je. Ja. Waar zie je dat zingen ergens een plekje nemen in je leven? Zingen. Ik ben al zeg maar internationaal gegaan door middel van tours. Maar ik zou graag ook naar Bollywood willen. Oké. Okay. Ja, het trekt me aan. En wat zou je daar precies willen? Ik zou graag in een bekende film een liedje zingen. Ja, dat zou ik graag willen. En nu, je zingt heel veel in het Hindoestaans, maar ben je ook bekend onder de, zeg maar, de niet-Hindoestanen? Heb je dat kunnen merken? Ja, door die Love Anthem, die drietalige. Maar ik zou zeg maar. Ik kijk ook op naar andere Surinaamse artiesten, zoals Tekisha Abel en nog veel andere. Mm. Als ik naam moet noemen, stop ik volgens mij niet. Maar ik zou ook heel graag met hun een samenwerking aan. En er zijn natuurlijk dingen als zeg maar Suripop, trekt dat je of dat hoeft voor jou niet? Het trekt me ook aan. Ik hoop dat ik ook gewoon een liedje daar mag zingen, want ik wil eerst binnen huis beginnen. Mm-hmm. Ik ben aan begonnen en dan wil ik daar buiten gaan. Oké, okay, en behalve zingen, behalve je school, je vertelde dat je van reizen houdt. Hoe wil je dat allemaal combineren? Sowieso wil ik eerst mijn school afronden. Zingen doe ik daarnaast. Ik heb wel nog tijd om dat te kunnen doen. Ik ga niet stoppen. Maar zeg maar, als ik afgestudeerd ben, ik hou van reizen, ik wil nog naar Bali gaan. Dus ik hoop dat als ik klaar ben met mijn studie, dat ik nog naar Bali kan. Laat me even een stukje. Want anders zijn die dingen zo verlegen bij. Klopt. Die koffie is heel leuk. Mm-hmm. Iets dat ik niet kan is zingen, dus ik bewonder mensen die kunnen zingen heel erg. Zing jij ook nog in de badkamer? Ja, dat doet ieder, ja. Ja, en denk je dat je mensen, vooral jongelingen, kan inspireren met je zang? Is dat een van je doelen? Ja, het is een van mijn doelen. Vooral als dame ook. Als ik zie hoeveel meisjes, dames naar me toe komen, dan wil ik hun gewoon blijven inspireren om hun kunsten, de sterke punten binnen hun zeg maar, te ontdekken en zeg maar, wat van te maken. En qua zang, wat is voor jou het ultieme dat je denkt van, dus behalve Bollywood, maar qua optredens, wat is het ultieme dat je wil bereiken? Het ultieme? Zeg maar dat ik zodanig doorbreek dat ik wereldwijd bekend word. Ik bedoel, van Bollywood is dat nog steeds binnen de Hindustanen, maar als ik ooit als zeg maar Taylor Swift of wie dat ook kan staan, ja, dan zou ik dat ook graag willen. Nou, dat zijn grote dromen. Wij zeggen, je moet grote dromen om te kunnen doorbreken. Klopt. Donil, ons kwartiertje zit erop. We moeten terug aan het werk. Yes. Ik ben blij dat ik dat babbeltje met je heb kunnen maken. Ik kende je nog niet echt, maar ik ga zeker kijken naar die clips van jou. En laten we hopen dat je doorbreekt. Ja, dank u wel.
Nou, Nilam is dat geweest. Heel bekend met... Nee, wacht even. Je zou kort iets voor me zingen. Dat vergeet ik niet. Ik ga mijn best doen. Heeft u een favoriet hitmestaansnummertje? Ah, ik spreek geen dus nee, doe maar wat jij denkt dat, dat het beste is. Oké. Zara chehra to dikhao aur thora sa muskurao. De rest moet je maar gaan zien op de clips of wanneer ze speelt met haar band. Love. Voordat je eruit gaat, hebben we een presentje voor jou. Dat is een koffiekan. Als je een keertje net iets te laat bent, dump je koffie maar hierin en neem hem mee naar school. Dankjewel. Hartelijk bedankt en veel succes. Dankjewel. Oké, alsjeblieft. Dankjewel. En hiermee hebben we het gehad wat betreft deze aflevering van Coffee Break. U merkt het, heel veel interessante gasten. En voor de volgende aflevering graag till the next time. Goeiedag. Thank you.